Maar voor Groningen was dit de beste wedstrijd dit seizoen op de Boshoek? Nou ja, qua resultaat natuurlijk sowieso. Volgens mij een hele echte teamprestatie. We hebben gewoon in ieder geval als team fantastisch verdedigd. Zeker de tweede helft. Ze hebben volgens mij de tweede helft geen kans gehad. In ieder geval geen 100% kans. Dus de eerste helft hadden we wel wat moeite met de manier van hun spelen. Dus ze zochten steeds een spits. Ja, en wie dekt dan die balbaan? Doet dat de buitenspeler, doet dat de middenvelder? Nou, daar hadden we het wel lastig mee. Maar ondanks dat, de eerste helft, kregen we gewoon echt volgens mij wel 400-500% kansen. Het had al veel eerder 2 of 3-0 kunnen staan. Dus, maar mooie teamprestatie. Jullie slagen er ook in om echt jullie wil op te leggen, hè? Nou, kijk. Zij gingen al vrij snel 1-1 spelen van achteruit. Hè. Bij 0-0 al, begin van de wedstrijd. Nou, en dan zijn wij dus levensgevaarlijk, dat blijkt wel. Waar zij heel goed in zijn, daar zijn wij dus ook heel goed in. We scoorden nu vroeg een goal, hè, daarna nog één. En we hadden nog wel kans op meer. Nou, dan gaat er een centrale verdediger af. Hè, en dan gaan ze 3-3-4 spelen. Nou, toen hadden zij wel wat overwicht. Hè, dus toen moesten wij ook terug. Hè, dus wij hebben op dat moment niet onze wil opgelegd. Hè, wij moesten gewoon terug. Hè, zij waren op dat moment voetballend beter. He, dus, maar dat is ook helemaal niet erg. He. In de tweede helft hebben we gewoon bewust voor gekozen om gewoon een stapje terug te doen. He, goed de ruimtes dicht, laat ze maar over de vleugel spelen. Dus in dat opzicht wel. He, maar neem niet weg dat zij voetballend wel een overwicht hadden. Maar goed, uiteindelijk telt dat niet. Het telt erom wie de beste ballen erin schiet en dat waren wij. Als je puur dan even de scorebordjournalistiek bedrijft en dan hou je de nul. Dan win je met 3-0 van de koploper. Ja, dat kan alleen maar een heel erg geweldig gevoel geven, lijkt mij. Ja, maar dat is ook zo. Daarom zei ik ook, het is wel iedere keer weer opbrengen. We hebben de aanval gehad en dan moet je gelijk weer terug. En dan moet je als team moet je gelijk weer goed in je verdedigende positie staan. Nou, dat hebben ze gewoon hartstikke goed gedaan. En als je dan de bal verovert, weer met 5-6 man eroverheen. Nou, dat hebben we ook prima gedaan. Dus wat ik al zeg, dat is uiteindelijk waar het allemaal mee begint. We hebben een aantal waarden waar wij voor staan. Dat is discipline, dat is een wil om te winnen en dat je een team bent. Nou, dat hebben we vandaag uitstekend gedaan. Het was ook een weerzien met Sargon Gurui. Hoe was dat weerzien voor jou eigenlijk? In elk geval voor jou qua resultaat lekker, maar sowieso om elkaar weer te zien. Nou ja, ik heb wel af en toe wel contact met Sargon, dus dat is wel leuk. Hè. Dus Sargon heeft het hier, of niet alleen onder mij, maar daarvoor ook al natuurlijk een aantal jaren fantastisch gedaan. Met hele goede fases, nou, en soms ook wat minder. Hè. Hij is hier vorig jaar zeker heel goed geëindigd, hè. Die laatste 8 tot 10 wedstrijden. Hè. Dus daar hebben we echt gezien wat de echte Sargon allemaal kan. Dat is hartstikke leuk dat je elkaar hier ook ziet. Hè, maar het maakt het extra leuk als je dan ook nog de wedstrijd wint. En dat hij geen bal raakt eigenlijk? Ja, nou ja, goed. Nogmaals, als Sargon aan de bal komt, dan blijft het altijd gevaarlijk. Hè. Alleen Gersom heeft het heel goed gedaan. En Stijn die kwam er daarna in en die heeft het ook prima gedaan.